IJver is een bedrijf wat werkzaam is in de duurzame industrie. Wij werken aan windturbines. Maar dan ook in de breedste zin des woords. Dus we doen service, onderhoud, hoofdcomponentwissels. En dan moet je denken aan generatoren, tandenkasten, bladen. In Nederland, maar ook wereldwijd. De windindustrie is de toekomst en daar hebben we jongeren voor nodig om dat aan het draaien te houden. Om dat allemaal te laten slagen. Dus wij proberen ook echt de jeugd enthousiast te maken voor dit vak, want het is een prachtig vak. En dan ben ik blij dat nu dat keuzedeel was, want ik had er al eens eerder over nagedacht. En toen kwam toevallig dat keuzedeel. Dacht ik, nou, dat ga ik zeker doen. We hebben met z'n allen een enorme ambitie. We willen heel veel duurzame energie opwekken en dat moet allemaal onderhouden worden. Ze leren hier wat ze op school hebben geleerd toe te passen in de praktijk. Ik vind het fijn om in ieder geval eerst de basis te delen met de jongens. En ook om te peilen wat hun kennis op dat moment is. Zoals Chris, die komt uit de luchtvaart. En wij proberen dat om te zetten in monteur voor windturbines. En van daaruit pakken we meer de praktische kant en gaan we uiteindelijk na een paar dagen de werkplaats in. En daar hebben we een full-size turbine staan, 2 megawatt machine. En dan gaan we wat we boven in het lokaal geleerd hebben in praktijk brengen. Ik vind het heel interessant om met nieuwe studenten samen te werken. Ja, ik vind het fantastisch, want het houdt jezelf ook jong. Maar ik vind het ook leuk om uit te leggen. En als ze dan enthousiast worden van onze industrie waar je in werken, als we dat over kunnen dragen, vind ik dat hartstikke mooi. Ik denk dat het een toekomstbestendig vak is. Jongens die nu windmolenmonteur willen worden, die weten zeker dat ze hun hele carrière in de wind werkzaam kunnen blijven. Wij dragen bij aan een beter milieu. En door de energietransitie die er gaande is en daarin je bijdrage leveren door op een schone manier energie opwekken, dat is het in de hoofdtaak. Plus, wat ik al eerder heb verteld, het is een fantastisch en avontuurlijk beroep. Ik vind het heel bijzonder dat als je bovenin bent, dat je af en toe weer even beseft waar je aan het werk bent, zeg maar, dat op die hoogtes. En als ik dan af en toe mijn hoofd uit het dakraampje steek, dan weet je het weer waar je bent.